Oh nee, godverdomme. Maar, kijk daar! Ingrediënten voor een kapsalon! Maken? Oh, we gaan mijn best. Eddie, ik lijk steeds weer op jou! Nu eerst dat. Van een dagschotel. Oh. Wat? Dagschotel. Oké, dus. Hallo dames en heren. Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben nou te veel kookvideo's te maken, maar ja. Ik ben dik. Ik ben dik. Ik heb daar geen moeite mee. Ik geniet van het leven en ik ben gelukkig. Oh. Dus we gaan vandaag een keikoole kapsalon maken. Je begint met keikoole strooikaas en je smeert dat dus, gooit dat dus in zo'n kei sexy ovenschotel. 80 graden verhitte oven. Ik bak mijn aardappelpuree af in de oven totdat mijn kaas gesmolten is. Supergeil, toch? No. Nee. Oké. Dan pak je. Je gaat alles doen, hè? Je kunt wel vlees doen, boeit niet. Maar ik doe dat altijd met super lekkere hamburgervlees. Ja. Kom maar mee. Dat smijt je dus in de friteus. Oppakken. Heb je daar problemen mee? Weg voor jou, je bent een vrouw. Dat is niet waar ik van hou. Heerere, hapapa. Heerere, hapapa. Heerere, hapapa. Heerere, ja, hey. Dan gaan we een beetje verder met de versiering. Hoppa. Wacht. Kijk hoe de sla. En de lekkerste dingen in heel die kapsalon. Is helemaal mislukt. Wat? Is helemaal mislukt. Dat is echt helemaal mislukt. En dan gewoon in zo'n glas. Ja, hier in een smurfenglas. Veel smurf of zo. Maat, ik kan mijn gezin zo stil houden. Doeg! Mag ik stoppen met filmen? Ja! Oké, so you doing or butter or olie in a pan? Zo wat veel spekken is precies. Hey, je wordt mensen hè? En voilà, you're gonna begin to bak de spek. Wat heb ik ondertussen al gedaan? Ik heb wat komkommer gesneden, ik heb dat hier ingegooid. En? Voor de kaas te laten smelten, you need to put your oven on 175 degrees en de windmolen. Oké, zo. Normaal gezien doe ik er ook altijd een eitje bij, maar... Wat hoort er dan al? En die hamburgers zijn dan perfect klaar. Hallo mensen! Ik wil nog eens even abonneren. Servus. Hey Jenna! Oké. De burger moet hier. Kijk maar. Is nu het perfecte moment om te veren. Ik heb eigenlijk niet veel honger meer dan aan mijn ontbijt. Maar we doen wel een smaaktest. Smaaktest? Ja, op een... Ja, hier komt een eten wij heel, dat ging wel. Of ja. De, je steekt je piemel. Wil jij eventjes het spekje niet ook al? Ja. Het komt er allemaal zo wat... Zoals dit hier, dat is echt wel een beetje zoet, hè.
Dus je stelt je hamburger dus gewoon in. Geile spiekjes. Of staat hij aan de dankkaart? Wat? De dankkaart nu. Nee, hoeft niet. Maar ik ga gewoon naar de kant van de bunnen. Maar dit zijn niet schattig. Het is niet zoiets groter dan deze, en deze is klein. Ga leuk zijn. Goed, dat waren de frieten dus. Ik heb gevonden, ik heb zo'n zeer radio voor hem. Nee. Ja, die rent gaat niet open als je ervoor gaat staan, hè. Nee. Had jij dan net niet een veel grotere kom? Ja, maar ik heb die even verwisseld. Want deze is zo net wat kleiner. Heb je handen ook al gewassen? Ja. Ah, oké. Okay. Altijd je handen wassen voor het koken. Die net, het is een beetje aan het sliegen, maar ik weet dat dat komt. Een beetje te weinig temperatuur in die tijd. Te weinig temperatuur. Wat? Temperatuur in de banden. Temperatuur in die harde band. Temperatuur in die Pirelli's. Weinig temperatuur. Te weinig temperatuur. Temperatuur in de banden is nog niet aanwezig. Perez met temperatuur in de banden. Fernando Alonso, of Lewis Hamilton moet ik zeggen natuurlijk, met nog niet helemaal temperatuur in de banden. Temperatuur. 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 Oei. Zit dit niet door de zin? Roepen is gewoon leuk, oké? Snap jij soms? Ah. Soms moet je gewoon eens even roepen om alle problemen van je weg te helpen. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. Te weinig temperatuur in de banden. Temperatuur in die harde band. Temperatuur in die Pirelli's. Weinig temperatuur. Te weinig temperatuur. Temperatuur in de banden is nog niet aanwezig. Perez met temperatuur in de banden. Fernando Alonso, of Lewis Hamilton moet ik zeggen natuurlijk, met nog niet helemaal temperatuur in de banden. Sexyburen.com is echt geen scam. Alleen een beetje te weinig temperatuur. Ja, ze komen erin. Moet daar ook nog iets doen. Jullie moeten ook nog iets doen. Vergeet alsjeblieft niet te liken, te abonneren. Dat is zo. Dan beginnen wij aan... De saus. En we hebben mayonaise nodig. Het meisje met mayonaise. Nee. Even naar mijn gezin vormen. Dinant, je moest wel zingen, hè? Gatsverdamme, je moest wel zingen toen hij dat deuntje was. Ah. I need one day and the scene in the night. Zouden we die zo niet maken? Hè? Zo, die er eigenlijk niet aan de hand is. Zie je er nu net met je vinger in? Ik zei, ik sta met mij. Iedereen maakt al eens fouten. Kijk nu naar mij. Ik heb het over u, Mark. Ja, maar ik heb toch ook veel dingen goed gedaan? Ah ja? En wat dan wel? Ah. Ik zal u dat straks wel weten te zeggen. Wordt dan misschien maar je mag gerust zijn, Maurice. Ik zal alles wel uitleggen aan de burgemeester. Nee, maar bedankt. Het is wel erg genoeg. Hier ben ik, zeg. Zeg maar, we staan hier en daar zo recht te staan.
Te weinig temperatuur. Temperatuur in de banden is nog niet aanwezig. Perez met temperatuur in de banden. Fernando Alonso, of Lewis Hamilton moet ik zeggen natuurlijk, met nog niet helemaal temperatuur in de banden.